Om een analyse te krijgen van een cultura quiz, om de antwoorden te bekijken, om resultaten te bekijken en om ook de kijkanalyse te bekijken van een kennisclip, gaan we opnieuw naar tools Cultura Mijn Media. Ik klik een mediafile aan, in dit geval ICT beleid quiz. En onder elke mediafile zal je bij de acties ook de analyse gaan vinden. Ik ga even naar quizvragen en quizgebruikers. Ik kan hier vraag per vraag gaan bekijken wat er door wie geantwoord werd en ook welk resultaat dat er gescoord is. Ook vanuit de gebruikers kan ik meteen een analyse krijgen per gebruiker. Een stukje de score gaan bekijken, maar bijvoorbeeld ook bij open vragen gaan kijken wat er geantwoord werd. Voor de videoanalyse te bekijken ga ik even naar een clip waar er al meer kijkers de video bekeken hebben. Ik ga opnieuw even naar Cultura My Media. En ik klik in dit geval op I-vaardigheden 1-2 cursusinformatie. Het is geen quiz, het is gewoon een Cultura Media File, een Cultura kennisclip. Ook hier vind ik onder de video bij acties de analyse. De video 11 keer geraadpleegd is, waarbij hij 8 keer afgespeeld is. Er zijn 8 unieke bezoekers geweest. In het totaal werd hij iets meer dan 15 minuten bekeken en gemiddeld werd 48% van de video bekeken. Als ik eens even ga kijken naar het engagement per gebruiker, dan zie ik hier het Q-nummer van de gebruikers heel binnenkort zal je hier de gebruikersnaam zien, wat uiteraard veel informatiever is. Bijvoorbeeld hier kan ik zien dat de gebruiker de video in twee stukjes heeft afgespeeld en hier zie ik ook welke stukjes van de video van drie minuten uh, er in totaal bekeken werden. Bijvoorbeeld deze gebruiker heeft de video volledig bekeken en hij heeft dat in twee keer gedaan. Ik ga ook bijvoorbeeld eens even naar die laatste gebruiker. 86% hij heeft 86% van de video bekeken uiteindelijk en een stukje heeft hij of zij niet bekeken. Om op dit moment te weten wie er achter het Q-nummer zit, kan je gewoon naar je cursus gaan en dan naar de gebruikers en daar kan je dan het Q-nummer gaan opzoeken of je ziet ook het Q-nummer naast de gebruikers staan.